Zo, lekker winkelen in Woerden en nu tijd uh, voor koffie. Dan gaan we even naar Bistro Het Lokaal, onderscheiden in 2015 als het leukste restaurant van Woerden. Ik ben benieuwd. Edwin Hoijmeijer, wat leuk dat we bij jou in Bistro Het Lokaal mogen zijn om te gaan kijken van wat jou heeft bewogen om hier in Woerden in de horeca dit te beginnen. Ja, welkom. Uh, ik, ik kom zelf uit Leuste, dus amersfoort Leuste. En uh, in het begin hebben we wel... Ik heb al een lange tijd uh, het idee gehad om iets voor mezelf te beginnen. Dus dat speelt al een aantal jaar. Uh, ja, altijd jaren in de horeca en de catering gewerkt. En uh, ja, op een gegeven moment heb je toch het, uh, het idee van... Joh, als je nog wat, wat wil beginnen, dan moet je dat nu doen. Uh, waarom niet Amersfoort? Amersfoort ja, is, was al heel druk, ook uh, qua koffietenten en uh, hetgeen wat wij hier nu doen. Uh, toen zei mijn vriendin Marianne op een gegeven moment van. Uh, joh, uh, die heeft schoon overgedaan, een uh, gouden zilversmede. Van laten we eens een keer in uh, Woerden gaan kijken, Utrecht-Woerden. En uh, nou ja, toen we eenmaal in Woerden waren, toen uh, liep we al heel snel tegen dit pand aan. En toen waren we eigenlijk, uh, ik was al gelijk uh, op slag verliefd op dit, uh, ja, dit pand uh, in de Voorstraat. Dus ook al vrij snel een beslissing genomen van. Uh, nou we gaan, uh, we gaan het gewoon vanuit hier doen. Goed, want je bent onderscheiden in 2015 gelijk. Wat een leuke binnenkomst als het gezelligste restaurant van Woerden. Wat ja. kun je daarover vertellen? Uh, we hebben een uh, enquête gedaan on onder onze vaste uh, gasten, klanten. En uh, ja, die wilden uh, dat graag invullen. En uh, ja, zodoende zijn wij dus inmiddels een puntensysteem uitgekomen tot... of uitgeroepen tot het beste uh, of leukste restaurant van Woerden in 2015. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Of dat wa daar waren we heel erg blij mee. En uh, je vertelde net over je vriendin ja. uit uh, Schoonhoven. Uh, de meubels hier, het ontwerp. Ik heb begrepen dat zij daar een hand in heeft gehad. Ja, Marianne, heeft, Marianne Bos heeft, uh, mijn vriendin heeft uh, de designacademie gedaan in Eindhoven. Daar, is, uh, daar heeft ze vijf jaar over gedaan. Dus een uh, zware opleiding. En uh, ja, die heeft dus gewoon dit hele pand uh, ingericht. Middels uh, in eerste instantie een, een, een uh, maquette. En uh, ja, ze heeft ook alles zelf gemaakt. Dus uh, dik tevreden over. Wat doe je privé? Want ik neem aan dat je toch ook nog wel wat vrije dagen hebt, zo nu en dan. Ja, klopt. Uh, de zondag en de maandag zijn we gesloten. Uh, en ik, probeer, uh, ik, ik rij zelf motor. En ik heb met een uh, vriendenclub gezorgd uh, ja, dat ik wel zo snel zoveel mogelijk uh, of aan het motorrijden ben, of met uh, Marianne, mijn vriendin, uh, naar de grote steden ga om te kijken van oké, okay, hoe doen ze daar in een aantal zaken. En ja, daar ligt toch wel mijn passie. Dus uh, dat ja. Een beetje een vrije vogel. Ja, ja, geen uh, van tevoren geplande dingen, maar echt uh, alle minuut kijken: van uh, wat ga je doen, uh, waar ga je even met de motor heen? En uh, ja, ik ben, ik ben niet van het uh, vooruit plannen van, uh, van dingen. Muziek is toch bij jou heel erg belangrijk? Wat kun jij daarover vertellen? Ja, vanuit huis uh, was er altijd uh, muziek op. Uh, ja. Elvis Presley, Johnny Cash, uh, Simon Garfunkel. Ja, en daar word je mee opgegroeid. En uh, ja, als je dan 16, 17 bent, dan uh, cassettebandjes top 40 opnemen en uh, ja, het was gewoon altijd muziek en dat is blijven hangen en uh, ja, ik vind het gewoon, het brengt een stuk gezelligheid mee. En uh, ja, de klanten die reageren er positief op, dus uh, ja, lekker houden zo. Bespeel je zelf ook een instrument? Dat niet. Uh, ik heb altijd wel het idee gehad om uh, gitaar te gaan uh, leren spelen, maar dat is eigenlijk nooit van gekomen. Maar dat, dat, dat is, zal een van de dingen zijn die, uh, als ik het nog een keer ga doen, dat het uh, gitaar wordt. Dus dat vind, ik wel heel, uh, dat vind ik wel echt wel een mooi instrument. Ik vind echt Woerden echt een hele gezellige stad. Ik vind dat er een hoop uh, dingen gedaan worden. Dus uh, smaak, vermaak, uh, straattheater. Nu, ja, nu staat uh, Koningsdag voor de deur. Dus ja, ik vind het echt wel een hele bruisende stad. Met als. Uh, ja, Ondernemers zijn er wel uh, heel veel mogelijkheden om dingen te doen. Ben je blij met de koop zondag? Ja, heel blij. Ja, 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 ja. Ik, uh, ik had zelf wel het idee om uh, toen het vanuit de gemeente nog niet mocht, om uh, ja, ook zondag open te gaan. Maar ja, nu het vanuit de gemeente mag en kan. En uh, ja, meerdere uh, ondernemers open zijn, uh, ja, is het alleen maar leuk om ook gewoon uh, je ding te kunnen doen met een stuk gezelligheid in de stad. Edwin, dankjewel Graag gedaan. voor dit leuke interview. Dat we bij jou in de zaak een kijkje hebben mogen nemen. Namens RPL TV. Leuk, dankjewel. De crew en mijzelf. En nu gaan we genieten van de heerlijke koffie.